Goedenavond. Er was ruim 50 jaar voor nodig om het mysterie op te lossen, maar het is eindelijk gelukt. Eindelijk is duidelijk wie de onbekende Poolse soldaat is op het militair ereveld in Breda. Het is Edward Cislar. Hij was 18 toen hij in de Achterhoek om het leven kwam. Maar niet als soldaat, als verzetsheld. Dankzij jarenlang speurwerk van onder meer Jos van Alphen uit Dorst heeft de onbekende soldaat in Breda weer een naam. E. Cislar. Hollandeski roeg op Poru. En dat betekent? Nederlands verzet. Cislar kwam bij het verzet nadat hij in 1944 samen met een dienstmaat was gedeserteerd uit het Duitse leger. De twee jonge Polen sloten zich aan bij een verzetsgroep op de Veluwe, voor wie ze meerdere malen wapens stalen uit hun voormalige kazerne in Utrecht. Ja, en Cislar blijkt een hele moedige jongen geweest te zijn, die gewoon heldendadig geweest is. Want als je uit een kazerne deserteert en je gaat naar de rand nog eens terug om nog wat wapens te stelen en zo, dan ben je toch niet van gisteren. Maar de situatie werd voor Cislar te gevaarlijk. De verzetsgroep dwong hem onder te duiken. De Pool belandde uiteindelijk op een boerderij in de Achterhoek, waar hij zich Eddy noemde. Vlak voor de bevrijding wordt Cislar verraden. Omdat hij zich weigerde over te geven, wordt hij ter plekke doodgeschoten. Eddy wordt begraven als onbekende Pool en in 1962 overgebracht naar de begraafplaats in Breda. Hoe lang bent u nou bezig geweest met deze zoektocht? Ruim 30 jaar. Ik had nooit gedacht dat ik het opgelost zou krijgen. Echt. Dus. Uiteindelijk is Jos van Alphen er met hulp van een collega-historicus uit de Achterhoek ingeslaagd om het mysterie op te lossen. Edward Cislar wordt op 27 oktober herdacht tijdens een ceremoniële plechtigheid op de begraafplaats in Breda. En meer over dit onderwerp maandag in Onder Ons en op de websites van Omroep Brabant en BN De Stem.